Audio Jungle. Welkom bij de allereerste podcast van mezelf. Hoe dat we het gaan noemen, dat gaan we subiet nog onderling overleggen. Maar, het is nog een raadsel. Het is nog een raadsel. Maar ik ben hier nu vandaag met Jules Hesters, de man die gekend is van de piste, vooral de zesdaagse, vele Belgische titels. En vandaag gaan we het een beetje over van alles hebben. Onze vriendschap, het ontstaan, de GWT, zijn ambities. Dag Jules. Dag Herman. West. Goed, en mij? Alles kits, alles kits. Ja, het ontstaan, hoe we elkaar leren kennen. Ja, dat gaat al enkele jaren terug, denk ik. Tot we op school zaten. Op school. Op de wielerschool in Ronsen. Een legendarische tijd. Ja. Daar hebben we elkaar leren kennen, denk ik. En daar is onze vriendschap ontstaan. Hè. Samen met ook een mede-GWT'er. Ja, Gilles Degeren. Gilles Degeren. Samen... op school gezeten. Ja, als hij volwassen is, mag hij misschien ook eens meekomen op de podcast. Wordt eens uitgenodigd. Misschien binnen een paar jaar. ja, in het begin kende ik Gilles niet goed. Ik dacht altijd dat het iemand anders was, totdat hij Belgisch kampioen werd. En hij werd er toen al mee bevriend. Vertel eens. Had hij toen al talent? Goh, ja. We waren redelijk speels in het begin, denk ik. Van talent was er nog niet echt sprake bij de nieuwelingen, denk ik. Maar misschien wel dankzij de wielerschool zijn we meer en meer beginnen trainen. En zo zijn we ook blijven evolueren en zijn we misschien wel de renners die we vandaag zijn. En was hij toen al uw toenmalige trainingsgenoot? Of ging je met iemand anders aan trainen of alleen? Of met uw pa, Tom? Goh, voordat ik op de wielerschool zat, was ik nog niet echt zo professioneel bezig met wielrennen. Dan trainde ik eigenlijk weinig, tot bijna niet. En toen ik op de wielerschool zat... klikte het eigenlijk vrijwel direct met Gilles. En sindsdien trainen we eigenlijk non-stop samen. Mm-hmm. En had je toen al door eigenlijk, nog eigenlijk voordat je op de wielerschool zat, dat je talent had? Nee, eigenlijk niet. Voordat ik op de wielerschool zat, had ik eigenlijk nog nooit een koers gewonnen of nog nooit het podium gereden. Het is pas eigenlijk toen ik op de wielerschool ben gegaan, dat ik beginnen verbeteren ben. Dus ook waarschijnlijk omdat ik meer gaan trainen ben. En talent. Wat is talent? Dat is relatief natuurlijk. Hè. Ja, maar je hebt nu toch wel tal van Belgische kampioenschappen, van titels. En Europese titels zelf? Ja, dat is er natuurlijk gekomen door hard te trainen. Ik ben dan ook van bij de juniors mijn persoonlijke trainer beginnen werken. En sindsdien ben ik wel veel verbeterd. Dus ik denk dat het ook vooral hard werken is. Ik ben ook iemand die altijd alles doet volgens dat er staat. Als mijn trainer een bepaalde training uploadt, dan moet ik dat altijd perfect afgewerkt hebben. En ik denk dat dat misschien ook wel de basis tot succes is geweest. Ja, we zijn nu samen eigenlijk veranderd ook van trainer, naar dezelfde trainer, Sam Piers. Zijn je er tevreden van? Ja, dat klopt. Ik ben vanaf januari met Sam beginnen samenwerken. En ik denk dat ik dit seizoen weer een grote stap voorwaarts heb gezet. Ik was direct goed in Gent-Staden. De eerste echt belangrijke wedstrijd voor mij dit seizoen. Dan helaas door de COVID-pandemie even stilgelegen. Maar samen met Sam veel trainingen afgewerkt. En we zijn misschien nog wel een paar procent beter geworden. En nu kort geleden de Ronde van Vlaams-Brabant gereden. Waar ik jammer genoeg niet heb kunnen winnen, maar wel 3 keer top 10 gereden heb. Dus op voorhand had ik daar wel voor getekend. Natuurlijk achteraf kriebelt het nu wel een beetje. Omdat ik wel op een bepaald moment het gevoel had dat er wat meer in zat. Maar achteraf praten is altijd gemakkelijk. Hè? Ja, dat is waar. Ja, we gingen ook aan naar daar om een etappe te winnen. Hè? Ja, als ik mijn stoute schoenen had aangetrokken, had ik wel op voorhand gezegd van ik zou graag een etappe winnen. Natuurlijk, het is wel moeilijk. Iedereen die daar start, de eerste grote koers, wil daar goed presteren. Maar 4 van de 5 etappes heb ik echt heel goed gereden. Dus ik ben wel blij met mijn prestaties daar. Kom makkelijk tegen de warmte. De eerste dag was eigenlijk mijn slechtste dag. Heb ik mij wel laten vangen. Misschien een beetje de afwachtend gekoest. Misschien ook wel wat last van de warmte de eerste dag. Maar ik zei het, vanaf de tweede dag heb ik er niet echt veel last meer gehad van die extreme warmte. Mm-hmm. Ja, ik wil even een keer terugblikken op de wielerschool. Heb je daar aan iemand te danken dat je nu prestaties, of dat je niveau eigenlijk hebt opgekrikt tot waar je nu staat? Van de wielerschool zelf denk ik niet. Ik denk dat ik dat vooral aan mezelf te danken heb. En aan mijn toenmalige trainer, die mij ook toen heel goed begeleid heeft. Kieran de Veu, hè? Ja, dat klopt. Ja.
Ja, op de wielerschool zelf, dat waren gewoon eigenlijk leerkrachten zoals op een andere school. Gewoon dat je een beetje meer kunt trainen tijdens de lesuur. Dus dat is een bepaald soort systeem in het onderwijs. Dat je dan wat meer kunt trainen tijdens de lesuur dan bepaalde vakken wegvallen. En die dan vervangen worden door wielrennen eigenlijk. Dus het systeem heeft mij misschien wel wat geholpen om beter te worden. Maar ik denk dat ik dat vooral aan mezelf te danken heb door mijn trainingsarbeid. Ja. En wat eigenlijk vroeger zo van die... vaste toertjes, La Hoepe, Turken van de ene, de leraar die we daar, die er toen niet meer was. Maar Turken van Joost. Turken van Joost. Ja. Had de lievelingsturken? Ja, om de duur hadden wij ook Turken van Gilles en Jules. Dat was dan een toerke van rond de 60 kilometer. Hmm. Met bijna alle hellingsjes rondom Ronsen erin. En dat was dan uiteindelijk wel als lievelingsturken. Dat was vertrekken in Ronsen en dan zo de Oude Kruis, La Hoepe. Zo naar Nauwe Kwaremond, Paterberg. En dan van de Paterberg naar de Koppenberg. Nog lastig. Ja, inderdaad. Het was gewoon van het ene bergje naar het andere. En dan terug naar het internaat. Mm-hmm. En was er iets in de jaren op de wielerschool zat waar je echt naartoe werkte van wedstrijd? Well, ik ben eigenlijk toegekomen op de wielerschool toen ik nog niet zo goed was. Ik had nog nooit een wedstrijd gewonnen. Dus ik wist mijn eigen kwaliteiten nog niet. Dus het was dan ook moeilijk om naar iets toe te werken. Maar dan in de zomer van 2016... verraste ik mijn eigen door Europees kampioen piste te worden bij de juniors. En vanaf dan ben ik eigenlijk veel professioneler gaan toewerken naar bepaalde wedstrijden. Mm-hmm. En ben ik ook, denk ik, mentaal een grote stap vooruit gezet van kijk, ik kan dat eigenlijk wel grote wedstrijden winnen. En dat heeft mij misschien wel meer doen beseffen van ik kan wel iets. Ja. En heb je strafstudies gehad op school? Of nablijven? Goh. Voor de mankementjes. We zijn daar ook samen op internaat te zien. Ik denk dat iedereen wel een keer zijn schoolcarrière moet nablijven. Dus. Ik herinner mij wel nog een keer dat ik samen met Gilles moest nablijven. En ja, we deden dus wielrennen op school. En gelukkig hadden we dus ook douches, om dat te douchen na de trainingen. En we moesten dus 2 uur nablijven. En we hebben dan eigenlijk gewoon 2 stoelen gepakt. En 2 uur in de douche gezeten. Letterlijk ja. Gezeten. Ja, met de stoel onder de douche, 2 uur. En we hadden onze wekker gezet op 2 uur. Dat was een timer. En als die 2 uur om waren, dan was de strafstudie voorbij. Dus we waren 2 uur gedoucht, we roken goed. En onze strafstudie was voorbij. En ja, dat gaan de mensen natuurlijk fantastisch vinden. Hè? Een strafstudieverhaaltje van Jules Hester. En zei je ook zo een com-hunter? Goh, een com-hunter. Je hebt mij ooit eens gezegd... ja, iedere training ga ik proberen een kom te pakken. Ja, maar daar ben ik ondertussen weer van afgestapt. Dat werd iets te lastig. Nee, maar als ik zo in Gent een kommetje zie dat ik wel plezant vind, dan zou ik er wel een keer voor durven gaan. Maar ik trek liever aan voor iemand anders of zo. Of, ja. Ja. Af en toe doe ik dat wel een keer, maar het is ook niet hoeven te zeggen dat ik... Of omgekeerd, want ik weet nog dat ik hier een beetje verder... de kom moest aantrekken voor u en dat we er vol voor aan het gaan waren en plots sprint Jules mij voorbij. Ik ga de reden allemaal niet zeggen, maar plots was hij 5 meter voor. Ik rijd er terug naartoe en ik wou niet meer overpakken, maar eigenlijk ook gewoon omdat ik niet kon. Jules werd kwaad en hij zegt, ja, Herman, als je nu niet overpakt, echt, hey, die kom, ga hem niet hebben. Ik stop met rijden. Hè. Dan toch duidelijk gemaakt dat ik... niet meer kom. Ja, we gingen de kom pakken en hij ging aantrekken. En ik roep voor het versnellen en hij wacht op mij. Dus ik zeg, ja, hij gaat die de kom proberen pakken. Hè. Dus ik vertrek en ik vertrek met een gat op u. Dus jij laat een gaatje en dan rijdt het dicht op mij. Dus dan had in het klassement zo gezegd een seconde voor op mij. Dus ja, ik was al in paniek dat hij die de kom van mij ging stelen. Hè. Dus ja, dat werd qua kwaad in mijn hoofd. Hè. En... dan moest dat kon niet, dat kon ging pakken, die kick wou, hè. Ja, kijk, maar het was ook niet zo, hè. Ik denk dat hij zelf een seconde voor mij werd. Ja. Ik denk dat je nog eens wil rennen. Dat denk ik niet. Daar gaan we niet over discussiëren. Dat denk ik niet. En wat denkt u van de 6-aagses? Gaan ze doorgaan? Goh, dat is moeilijk voor te zeggen. Die van Rotterdam, die gaat niet door. Daar heb ik al bevestiging van gehad, dat die niet doorgaat. Maar, ja, we kunnen alleen maar hopen van wel. Maar als we realistisch zijn... lijkt mij dat een beetje moeilijk natuurlijk met de huidige situatie van corona.
al die mensen op middenplein, die mensen in de tribune, hoe gaan ze dat aanpakken? De tickets die al verkocht zijn, hoe gaan ze, wat gaan ze doen als ze maatregelen nemen? Ik denk dat dat een beetje moeilijk zal zijn natuurlijk. En we zullen moeten kijken nu dat corona evolueert natuurlijk. Hè. Ja. De cijfers en de gevallen. En mocht je nu in Gent willen rijden, zou je terug met je vaste compaan Otto Verhaarde willen rijden? Ja, zeer graag zelfs. Otto is een steengoede renner. En we hebben samen al goede resultaten neergezet. Dus ik zou zeker geen nee tegen zeggen. Mm-hmm. Die rijden nu voor Corendon. Zie je zelf ook voor zo, zo'n ploeg rijden? Ja, moest je het mij vragen, zou ik daar zeer graag voor rijden. Dat is een zeer mooie ploeg. Met een zeer goede kopman ook. Ja. Dus, Want uw ambities zijn om profrenner te worden, hè? Ja, uiteraard. Ik denk dat als je begint met koersen, dat iedereen zijn ambitie is. Je gaat niet beginnen koersen met gedacht van te stoppen naar de juniors of te stoppen als belofte. Nee, iedereen die koerst, die wil wel prof worden, denk ik. En dat is mijn absolute droom. En ja, elke dag sta ik op en probeer ik die droom na te jagen. En, ja, het is nu jammer dat die corona daar misschien een klein stokje voor steekt, doordat we zo weinig kunnen koersen, dat we zo weinig kunnen bewijzen tegenover ploegleiders en scouts. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat als ik het in mij heb, dat er wel op een dag zal uitkomen. Ja. En dat er misschien dan wel een ploeg mij zal contracteren. Ja, dat is 4 jaar is dan niet evident. Om nu en zo eigenlijk een beetje een kutjaar, eigenlijk met COVID, zo weinig te kunnen koersen en je eigen minder te kunnen bewijzen tegenover de profploegen, hè, dat u in het vizier moet nemen. Nee, dat is waar. Maar ook veel profploegen weten niet welke budgetten dat ze gaan hebben volgend jaar, welke renners daar gaan blijven, welke daar gaan vertrekken. Mm-hmm. Ook voor profrenners is het natuurlijk moeilijk voor te kijken of dat ze een contractverlenging kunnen krijgen of dat ze ook moeten uitkijken naar een andere ploeg. Dus ik denk dat kleinere ploegen dan ook eerst kijken naar renners die wegvallen bij andere ploegen en daar misschien op inspelen in plaats van op jonge renners zoals ik. Dus het is sowieso een moeilijk jaar en het is voor iedereen zo. Dus het is niet alleen voor beloftes, maar ook voor juniors en voor profrenners. Het is voor iedereen in de wielersport en niet alleen voor in de wielersport. Ik denk dat het over heel de wereld voor elke persoon wel op een bepaalde manier tegen zit door het coronavirus. Ja, ik wil het nog even eigenlijk hebben over de zesdaagse. Je zat nu in de laatste zesdaagse van Gent samen met Mark Cavendish in het kabineke. Heeft dat een specifieke naam? Het kotje. Ja. Het kotje. Het hokske. Ik denk wel dat er veel willen weten als jullie tussen de nummers door dringend naar het toilet moeten. Wat gebeurt er dan? Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. We hebben daar een heel grote emmer met een deksel op staan. En daarin kunnen we dus onze behoefte doen. Natuurlijk wel enkel de kleine behoefte. Het is niet de bedoeling dat je daar op gaat zitten en de grote behoefte doet. Maar het zou wel kunnen natuurlijk, maar het is de bedoeling niet. Ja. En daar kunnen we dus onze behoefte in doen. Die kotjes hebben ook een gordijntje. Dus de meeste mensen vragen zich soms af waarom dat gordijntje soms dicht is. Dat is eigenlijk als je naar het wc moet. Dan kun je even rust wilt. Ja, of als je even rust wilt of je wilt een andere broek aan doen. Ja, dat kun je natuurlijk niet doen met je gordijntje open. Dus daarvoor dienen die kotjes, die gordijntjes, om jezelf wat te verfrissen, om even behoeftes te doen die niet zichtbaar mogen zijn voor het publiek. Mm-hmm. Dus, veel bijgeleerd van Cavendish? Ja, eigenlijk wel. Hij heeft mij zo'n paar dingen verteld. En natuurlijk, Cavendish is een van de grootste aller tijden. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Dat als je zoveel etappes vindt in de Tour, zoveel wedstrijden, denk dat hij misschien wel de beste sprinter ooit geweest is. En ook een van de redenen waarom dat ik ben beginnen koersen. Als je die etappes ziet in de tijd bij HTC High Road, die trein met Mark Renshaw, dat zijn dingen, ja, dat zijn momenten die in mijn wielergeheugen gegrift staan. Ja. En als zo'n persoon dan iets vertelt, dan slaat dat nog harder op dan andere momenten. En ik was er vooral wel verschoten van de sympathieke kerel dat was. Ja, want even een cadeautje ook aan. Ja, dat klopt. Ik heb een set Beats by 3 oortjes gehad van hem. Hij wordt daarvan gesponsord. Dat is misschien ook nog een leuke anekdote. De eerste dag tijdens de opwarming, ik had nog nooit met hem gesproken, kwam hij naast mij rijden en hij pakte zo die oortjes vast. Ik had nog het vorige model, dus dat was met nog een kabeltje. En hij pakt dat vast en hij zegt zo, hey man, what are those? Ik zeg zo, ja, oortjes hè, voor muziek te luisteren. Ja, zegt hij, het oude model. Ik zeg, ja, is het al een nieuw model misschien? Ah ja, ja. Wacht, ik zal er een keer een paar geven. Ik word er toch van gesponsord. Ah ja, dat was eigenlijk... Dat kwam eigenlijk uit niets, want de Cavendish die naast u komt rijden, die dan plots zo wat begint te lachen met je oortjes die je hebt. Dat was eigenlijk wel een grappig moment. En
ja, ik had al nooit verwacht dat dat zo'n topkerel was. Klopt, ja, het was toen ook mijn verjaardag die dag. Nog schoner. Ja, dat was... Deze ja, zesdaagse? De dag voor de zesdaagse was mijn verjaardag, ja. Mooi, de maandag. Ja. Plots belde hij mij. Of dat ik al gegeten had. En wanneer wist je dat eigenlijk met Kevin? Dat was eigenlijk mijn... Dus de kotjes die worden verdeeld door uw verzorger, dus uw masseur. En ik zit bij Tino Lorijs. En Tino zorgt voor de indeling van de kotjes. Ja. En elke soigneur is zijn kant. Dus alle coureurs van Tino die zitten aan de kant van de aankomstlijn. En dan wordt dat ook verdeeld door hem. En er zaten dus eigenlijk twee koppels bij elkaar. En ik was de enkeling. Want Otto die zat bij een andere soigneur, een andere verzorger, aan de overzijde van de piste. Dus wij konden niet samen in een kotje zitten. En Mark die had ook een andere soigneur, dus die zat ook alleen. Dus wij waren twee enkelingen. Dus zo zijn we samen in een kotje gekomen. Dus ja, dat was wel tof natuurlijk. En wil je nog iets zeggen van de dag ervoor, de avond? Ja, plots belde hij mij. Ik had... of dat ik al gegeten had. Ik zeg, nee, ja, ik heb nog niet gegeten. Ah ja, ik zal u op WhatsApp een locatie doorsturen. Kom maar bij ons eten. Ja, ik was daar vrij van verschoten natuurlijk. Dat Mark Cavendish mij een bericht stuurde en mij inviteerde om te gaan eten. Op mijn verjaardag, dat was ja, voor mij een beetje gelijk een sprookje. Dat is een schoon cadeau in feite. Ja, dat was echt iets. Hè, dat als ik iets later aan mijn kinderen ga vertellen, dan zal het wel zoiets zijn, denk ik. Dat is de max, hè. Jawel. En wat is eigenlijk de zesdaagse dat je het liefst rijdt, is aan Gent? Of waar je, ik zou het, wel, Gent zou waarschijnlijk wel zijn waar je het liefst rijdt, maar welke dat je het best hebt gereden? Goh, welke dat ik het best heb gereden? Goh, denk ook wel Gent, hè. Ik denk het deelnemers van de Gent, dat is echt ja, dat is fenomenaal. Toen er echt elk jaar wereldcoureurs aan mee. En als je Gent een goede prestatie kunt neerzetten, dat is wel inderdaad iets dat telt natuurlijk. Daar doen Viviani, Cavendish, daar doen elk jaar wel echte wereldtoppers aan mee. Dus dan kun je een keer meten natuurlijk waar dat staat. En ik denk dat ik in Gent wel elk jaar mijn beste beentje heb voorgezet. Mm-hmm. En dat ik daar wel vaak... het beste van mezelf heb overgehaald. Mm-hmm. En je hebt nog andere, je hebt ook al in een ploegkoers gereden met Kenny de Ketelen. Dat was een gewone ploegkoers, denk ik? Of? Dat was toen ik tweede jaar junior was op de internationale meeting in Gent. Ja. Ja. Leer je daar dan veel bij van, zo één ploegkoers? Ja, vooral toen was ik nog maar junior, dus toen had ik nog niet zoveel op het hoogste niveau rondgereden ja, bij de juniors. En niet echt veel de kans om met grotere renners te rijden of met profs. Dus toen was eigenlijk de Ketelen zijn ploegmaat die was geblesseerd afgevallen. Mm-hmm. En eigenlijk vrij toevallig kwam hij bij mij terecht, want mijn ploegmaat die reed ook niet die dag. Dus we zaten eigenlijk altijd weer zonder ploegmaat. Maar ik was nog junior en plots vroeg hij of ik het niet zag zitten om hem te rijden. En ja, we waren samen derde tegen renners die ook in wereldbekers reden en WK's reden. Dus dat was echt wel een topdag. En, een goede prestatie van mij en van hem. En uiteindelijk leerde daar heel veel bij van zo'n coureur. Hè. Dat is ja, wereldkampioen ploegkoers geweest. En is dat dan inzicht in de koers of ook techniek? Ja, beiden. Hè. Dus technisch gezien leert hij u nog uw aflossing perfectioneren. Hoe dat je meer kracht kunt zetten op bepaalde punten. Of hoe dat je nog iets meer winst kunt halen uit een bepaalde aflossing. Want een slechte aflossing dat kan het verschil maken tussen winst of verlies natuurlijk. En ook koers in zicht, de juiste momenten uitkiezen om vooraan te zetten, de juiste momenten uitkiezen om een demarrage te plaatsen of je te positioneren om punten te nemen voor een tussensprint. Dus zo dingen allemaal, daar kun je enorm veel van bijleren van renners zoals Kenny. En dat was op de wielerpiste Eddy Merckx in Gent hier, ja, waar hij ook Europees kampioen zijn geworden. En ik zou graag wel een keer willen weten hoe je dat hebt gedaan, want er is niet vlekloos verlopen. Nee, dat klopt. Ja, ik was dus titelverdediger. Het jaar daarvoor had ik gewonnen in Zwitserland, mm-hmm, in Eigelen. En ja, als titelverdediger denk ik dat dat wel moeilijk is, een afvalling. Omdat voor de start zullen waarschijnlijk wel alle coaches gezegd hebben van Wout in de gaten, die heeft vorig jaar ook gewonnen. Dus als ze kunnen vastzetten of als ze kunnen tegenhouden, in de afvalling gaat dat wel soms wel makkelijk als je langs onder zit. En ze komen boven je rijden, ja, dan kunnen niet weg. Dus ik denk dat ze mij wel wat adviseerden. En op een bepaald moment kwam er een renner langs onder in een gaatje dat er niet was. En die bleef hangen aan de achterkant van mijn fiets. En die viel tegen mijn achterwiel. En daardoor
pakte hij mij mee in zijn val. En dus ben ik eigenlijk gevallen. Mijn fiets was gebroken, dus ik moest dan verder op mijn reservefiets. En sindsdien had ik echt enorm veel adrenaline. Ja, ik was daar. Ik zag dan direct. Hij had echt niets van schrik. Als ik val, zo de eerste momenten in het peloton, heb ik sowieso altijd een beetje schrik van, oh fuck, niet nog een keer. Maar hij dus ja, in principe, bij een valpartij, op een afvalling, en je is even geen afvalling, maar is 2 ronden, denk ik, of ja. 3 ronden, dat er niet wordt afgevallen en dat je de tijd om er terug in te komen. Ja. En hij pakte, na 2 ronden of zo, waren er al terug in, met je reservefiets. En hij duwde je eigen, ik en mijn broer zaten daar, en mijn broer en ik zaten daar. En hij duwde uw fiets echt direct tussen 2 man, direct 2 duwtjes. En wij dachten van, ja, alles is nog oké, alles zal wel goed komen. Ja, ik had op die moment zoveel adrenaline in mijn lijf. En ze van, fuck, dat gaan ze mij niet lappen hè, vandaag. Dat ik hier voor mijn eigen volk, op mijn bek gaat er iemand anders, dat gaan ze mij niet lappen. En op dat moment, ze mochten mij nog 3 keer doen vallen. Ik ging nog 3 keer opgestaan zijn en ik probeerde mijn bewijzen te hebben voor mijn eigen publiek. En ja, en plots, ik had gelijk echt topbenen gekregen van die val. Ik voelde niets meer. En plots waren we nog maar met 2 over. En ik zeg, ja, nu is het hier voorbij vandaag. En dan ben ik er blijven onderrijden. Dus ik heb hem hoog gehouden aan de balustrade. En dan ben ik er van onder gedoken. En heb ik even de sprint van mijn leven gereden. Meter voor. Ja. En ja, dat voor eigen volk. In de piste waar je al je trainingen afwerkt. Europees kampioen worden, dat was wel echt het hoogtepunt tot nu toe. Ja, schoonste overwinning op de piste. Ja. Normaal zei ik vroeger altijd mijn eerste Europese titel bij de juniors. Maar dat gevoel om voor eigen volk een titel te pakken. En dan die foto's achteraf dat iedereen zo in de tribune recht springt. Mm-hmm. En echt oprecht blij is voor u. Dat zijn toch momenten dat ik... Dat is echt het schoonste moment ooit. Ja, Jurik was er ook bij. Jurik de Neve, daarnet op onze Instagram-pagina het verzoek had om het duel de Neves even voor te brengen. Ja. Tussen Jurik en Thomas. Dat is dat wij in het leven geroepen hebben. En weet Thomas al? Of dat Thomas dat weet ik niet. Maar Jurik, die doet al vast zijn best om in het onderlinge duel op voorsprong te blijven bij zijn broer. Dus ja. En wie heeft er het meeste talent? Want ik weet, Thomas zit ook bij dezelfde trainer als ons. En hij doet dat wel redelijk goed. Jurik zit bij een andere trainer. Wat denkt u van het... Goh, talent. Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat Thomas meer traint dan Jurik. Ja. Maar het zijn ook misschien... 2 verschillende coureurs. Hè? Ja. Ik denk dat Thomas meer een renner is voor het Ardennenparcours. En Jurik meer voor het Vlaamse werk. Dus ze kunnen alle 2 zeker iets. Maar op verschillende parcoursen, denk ik. Ja, en kermiskoersen hier in Vlaanderen, dat is misschien in het nadeel van zijn broer, van Jurik, van Thomas. Ja. Maar ik denk, als ze in de Ardennen gaan rijden, denk dat Jurik wel moet bijten in het wiel van zijn broer. Ja, dat denk ik ook. En hij heeft ook onlangs gezegd, Jurik, dat zijn broer ook een vrij goede daler is. Dat zelf Gilles Deigre moeite zou gehad hebben om te volgen. Oei. Oh ja, dan gaan we nog een vragen aan Gilles, want ja. Als Gilles dat ook zo denkt, dat denk ik niet. Ja, en Gilles is al een goede daler, dus ja, ja, het zou kunnen. Je hebt trouwens ook een onderlinge stand met Gilles. Ja. En op hoeveel staat hij nu? Ik denk dat we nu gelijk staan. Ja. Ik denk dat het 5-5 of 6-6 is. En wie gaat er die winnen op het eind van het jaar? Ja, het is nog nooit zo spannend geweest. Dus, En hoe wordt die onderlinge strijd berekend? Dus ja, de onderlinge strijd, dat is dus eigenlijk elke wedstrijd dat we samen aan de start staan. Degene die als eerste over de meet komt, die heeft een streepje voor. Dus we hebben elkaar al 6 streepjes. Ja, dat is eigenlijk wel goed om elkaar zo te motiveren en te reden voor hun plek. Want, Maar eigenlijk hebben we een paar streepjes die niet meetellen. Want ik heb al een keer iets gedaan voor hem in koers, waardoor hij een streepje voor had op mij. En hij heeft al een keer iets gedaan voor mij, waardoor hij een streepje voor had. Waardoor ik een streepje voor had, sorry. Dus... Moet ik dat dan meetellen als ik de sprint aantrek voor hem en hij streepje krijgt? Dat weet ik niet. Hè? Maar wie doet er het meest voor elkaar? Ik denk dat we tot nu toe wel veel voor elkaar gedaan hebben. En nu ook in Vlaams-Brabant, de laatste etappe. Ja, we kunnen dezelfde ploeg, hè? Ja, uiteraard. De laatste etappe heeft hij de sprint aangetrokken voor mij. Jammer genoeg waar ik dan op 600 meter van de meet was gehinderd. En moest ik van de baan afspringen en er weer op.
En daar verloor ik wat posities. Maar ja, de ploeg had toen echt super werk geleverd. En ook Gilles de laatste kilometer en volledig leeg gereden van mij. Dus niet iedereen zou dat doen, denk ik. Zijn eigen kansen opofferen. Is dat die etappe dat je vorig jaar hebt gewonnen? Niet gewonnen, maar ik heb wel mijn handen in de lucht gestoken. Ja, dus daar loopt de meet nog voorbij gestoken. Ja, jammer genoeg wel. Dat was, ja, ik had me daar een beetje mispakt. Ik had de winnaar niet gezien, of te laat gezien. En ja, ik had mijn handen al in de lucht gestoken en hij was daar. En ik had hem niet gezien. Ja. En ik vroeg hem nog op de meet, zei hij zeker dat hij wint? En hij zei volmondig, ja. Ah, dat is echt pijnlijk. Dus ja, toen, dat was wel even een pijnlijk momentje. Maar het zal mij als het niet meer overkomen, denk ik. Ik hoop het. Ja, dat ook. Ik hoop het ook. Anders is het wel een failke. Maar, dus vorig jaar tweede in de laatste rit van Vlaams-Brabant. Ja. Nu stond er eigenlijk wel een hoger niveau aan de start met Alpecin. Ja, ze hebben ook alle etappes gewonnen die er waren. Dus het niveau was wel hoog, denk ik. Ook met enkele crossploegen. Vorig jaar was het enkel IFC en Lotto, denk ik, van grote ploegen, als ik me niet vergis. De toonaangevende belofteploegen. Mm-hmm. Nu kwamen er ook de betere crossploegen bij. En ik denk dat dat nu wel algemeen geweten is dat crossers ook een mandje kunnen staan op de weg. En ik denk dat we dat van de week wel gezien hebben met David van der Poel. Ja. Die echt wel in goede vorm verkeerde. Die ook al etappes won in Alsace. Had je het verwacht dat hij zo goed ging zijn, David van der Poel? Ik wist niet dat hij zo snel was. Ja. Maar ik had wel gedacht dat hij dat een goede renner was, natuurlijk. Ja, ja, ik weet het niet. Hoor. Ja, nee, maar dat was ook al langer geweten dat renners als Toon Aerts en Sweek, dat dat wel goede wegrenners zijn. Hè. Mm-hmm. Als die meerijden bij ons, gelijk in de Ronde van Namen of zo, of andere wedstrijden, dan heeft hij ook elk jaar mee voor de verwinning. Dus ik wist zeker dat zware tegenstanders gingen zijn. Dus dat de kloppen mannen zouden zijn. Ja. Jammer genoeg is het eigenlijk... Allee, ik vind het jammer genoeg, vrij goed voor Alpecin-Phoenix, dat ze 5 etappes hebben gewonnen. Maar ik vond wel dat je eigenlijk zo iemand kon hebben dat won. Dat je kon zeggen van... Oh, ja, gelijk Niels Merckx die de ronde heeft gewonnen. Wel echt straf eigenlijk. Ja, inderdaad. Dat vind ik wel weer, zot, dat er zo dat iemand boven water komt. Maar we zouden dat ook willen weten van die jonge talenten. Hè? Zijn er nu opkomst? Het is jammer natuurlijk nu met die corona dat er weinig U23 koersen zijn. Dus dat je weinig kunt koersen tegen de renners van uw leeftijd. Of tegen wie dat het erom doet om een profcontact te krijgen. Dus meestal zijn dat U23 renners. Dus het is jammer dat we die U23 koersen niet meer hebben om echt onder elkaar... Zo uit te vechten. Maar nu natuurlijk met Corendon weten natuurlijk ook waar dat staat. Hè. Dus die mannen doen mee. Mm-hmm. En je kunt je niveau een beetje vergelijken met die mannen die het hele jaar door bij de profs rijden. Hè. Dus dat is dan, het heeft natuurlijk zijn voor- en zijn nadelen. Oké, ze winnen dan wel 5 etappes. Dus dat weten we ook natuurlijk van, kijk, we hebben nog wel wat werk. Maar, En was die Hüttenhof in uw voordeel? Goh, de eerste dag heb ik misschien er wel wat last van gehad. Het was echt extreem deze dag. En de laatste dagen was ik misschien wel wat geacclimatiseerd, om het zo te zeggen. Je pakte ook iedere dag een ijsbad, hè? Ja, dat klopt. Dat was een tip dat ik gekregen had van Joachim Schoonakker. Ja. Verzorger bij Mitchelton Scott. Die zei, bij zo'n hete temperaturen, goed afkoelen na de wedstrijd. Probeer een ijskoud bad te nemen. En dat hebben we dan ook gedaan elke dag. We hebben dan in het hotel waar we sliepen, Falco, in Meissen, de overschot van het ijs van die dag gevraagd. Van de ijsmachine. Mm-hmm. We hebben dat dan in het bad gekieperd. En van dan echt wel een ijskoud bad. Oh, en deed nog renners al buiten in China? Hè? Ik heb het niemand anders zien doen, maar het zou misschien wel kunnen. Ja. Hij rijdt voor de EFC, ik heb er ook voor gereden. Zou een andere belofteploeg... moesten we bijvoorbeeld naar Lotto kunnen? Zou je naar Lotto gaan? Mocht je nu, als je komt van VDM, 2 jaar voor VDM gereden, hè? Mocht je dan kunnen kiezen tussen EFC en Lotto, zou je naar Lotto gaan? Goh, dat is echt een heel moeilijke vraag. Op dit moment zou ik bij EFC blijven, denk ik, omdat ik er goed zit. Ja. Allee, bij die EFC geeft mij alles wat ik nodig heb. Ze hebben echt heel veel vertrouwen in mij. En ik heb die kans niet gehad om naar Lotto te gaan, dus ik kan daar ook niet op antwoorden, denk ik. Ik voel me heel gelukkig bij EFC.
denk dat ik dankzij hun nog een stap voorwaarts heb kunnen zetten. En in de tijd bij VDM had ik ook niet te klagen. Dan kreeg ik ook mooie voorwaarden en mooi programma en zo. Maar natuurlijk, als je profrenner wilt worden, moet je stappen vooruit zetten. En ik ben daar heel dankbaar voor dat ik die kans gekregen heb bij EFC. En het is nu wel echt jammer dat ik in mijn tweede jaar zo weinig wedstrijden kan rijden voor hen. Ja. Want ze hebben wel een heel mooi programma om de weg naar de top te bereiken. Hè. Ja, dat is waar. Ze hebben goede connecties. Ook een beetje een ploeg die echt talenten aflevert. Hè. Nog net Maurie van Zevenhand naar Quickstep. Ja, elk jaar hebben ze wel de profs die ze afleveren. Ja, het is zo wel bij Lotto dat ze echt al gestructureerder werken met kopmannen. Bij EFC is het zo wel dat ze meer rijden voor de man die best gepositioneerd staat in koers. Hè. Dus als bijvoorbeeld dan iemand in de kopgroep zit, kiezen we echt volledig die kaart. Ja. Als het een massasprint wordt, dan kiezen we echt gewoon voor de rappe man. Hè. Maar het is wel zo bij EFC dat we altijd hard koers willen maken. Hè. Ja, bij UFC krijgt gewoon iedereen de kans om te winnen, denk ik. Ja. Ik denk, als er iemand mee is in de ontsnapping, dan krijgt de ontsnapping altijd het voordeel. Dus die mogen altijd wegblijven. Ja. Dus er gaat nooit gekoerst worden achter de ontsnapping als er iemand bij zit. En als er niemand bij zit, dan wordt er verlangd dat het gat wordt dichtgereden. Mm-hmm. En dat er dan opnieuw iemand probeert mee te springen. Ja. En pas in de laatste ronde, als er naar uitziet dat er sprint wordt, dan wordt de kaart van de sprinter getrokken. Ik herinner mij nu nog echt een mooie etappe. Van in Tour de la Manche, denk ik. Ja. Dat er een man of 12 weg was. En ik dacht, het was denk ik 3 kilometer neutralisatie. En aan 1 kilometer was er al 12 man weg. Ja. Terwijl dat wij dachten dat hij nog neutralisatie was. Dus wij zitten te rijden en ik kijk zo in de verte. Ja, 1 groene man mee zie ik. Ik dacht, wow, chill. Plots Kenny of Benny, ik weet het niet meer wie dat was, naast ons komen rijden. Mannen, nu! Iedereen op kop. Iedereen. Ja, het was dus een verkeerde groene dat mee was. Ja, de groene zij. Samen met de jeugdploeg van waar dat Bert de Bakker voor rijdt. BB-concept. Ja, Vital Concept. Ja, Vital Concept. Ja. Wij staan met die jeugdploeg. Rijden. Ja, je was er ook, dus het ging vrij rap. Ik denk na 1 uur en een beetje dat we 51,8 gemiddeld of zo. Het was een rit in lijn, dus gewoon heel rechtdoor. En het was echt, het was vol koers. Ja, bij het snelste uur dat ik ooit heb gereden. En ook exact op dat uur dat we ze terug hadden gepakt. Ja, we hebben er echt lang over gedaan. En het school niet veel of van het opgeven. Ja. Ja, we waren niet mee, dus we moesten wel op de blaren zitten. Ja, en dat was iedereen die moest rijden. Ja. Echt, tot zelfs als de massasprint ging worden, niemand mocht zich sparen, jij ook niet. Nee. Maar dan uiteindelijk reden we eigenlijk wel een supergoeie sprint, hè, na zo'n zware inspanning te leveren. Ja, ik denk nog de 5 of zo, zeker? Ik denk het, hè, dat er 4 man weg was. Dat de 6 of haar 2e in sprint, zeker? Of 100? Ja, nee, 2e. Ja. Ja, 4 achter, man weg. En was dan, niet achter de ex-Franse kampioen? Jordan Levasseur, denk ik. Ja. Die rijdt nu bij Lille Metropole. Ja. Ja, snelle man ook. Dus ja, dat was iedereen op kop. Hè. Ja, dat is echt zo. Ik lang geleden nog zo hard dat afgezien. Nou, en dat was trouwens al de tweede etappe die een dag, hè? Dat was al de tweede etappe die een dag. Ja, in Frankrijk is dat regelmatig. Ja. Die kleine rondjes, 2 etappes op 1 dag. De A-etappe en de B-etappe. Oh, echt super lastig. Maar dus het onderwerp waarover ik het eigenlijk daarnet wil hebben. Hoe is de GWT ontstaan? Want ik denk dat er veel mensen daardoor nu gaan kijken. Ja, dat is de GWT. Dus, zeg het een keer lang uit. De Gentse wielertouristen. Voilà. Hoe dat wij ontstaan zijn. Ik denk, we kwamen van school. Dus onze schoolperiode was afgelopen. Mm-hmm. En wij kwamen heel goed overeen. Herman, jij en Gilles. Wij als meisjes gedreven, we kwamen echt heel goed overeen. En we wouden in contact blijven. Dus zo is de Gentse wielertouristen ontstaan, denk ik. En, ja. Weet je nog hoe dat eerst noemde eigenlijk? Wij drie? De Ronse Squad. Ronse Squad. Ja. De Ronse Squad 2.0.68. Ja. Hoe kwam die 68 daar terecht? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet dat wel nog. Hoe kwam het? Het was een koers in Herne. En we hadden allemaal een nummer met een 6 en een 8 op onze rug. Hè. Ah, ja. Dus ik had 68, Gilles 168 en hij 86 of zo. En zo is die 68 er gekomen. Okay. Echt super raar. Toeval bestaat niet. Ja, inderdaad. Nee, ja, en dan de GWT. Dan Jorik en Maxwell. Die woonden ook in het Gentse.
En vaak ging ik daarmee gaan trainen, of ging Jules met Jurik gaan trainen, of ging jij met Max wel gaan trainen, of we gingen allemaal met elkaar gaan trainen, maar nooit samen. Dus zo zijn we op het idee gekomen van, laten we die gewoon één groepje maken en dan kunnen we elkaar allemaal beter leren kennen en kunnen we nog een wijs groepje van maken. En zo is denk ik de GBT ontstaan. En dan is Fabio er eigenlijk vorig jaar nog bijgekomen. En later is Fabio erbij gekomen. Eigenlijk hadden we gezegd van, we pakken niemand er nog bij. Allee, het bestuur had eigenlijk beslist. Ja, het bestuur. Maar het bestuur blijft altijd anoniem. En die had beslist om dat eigenlijk niet meer te doen. Nee, dat maar klopt. Wij hadden dan eigenlijk voorgelegd om... Fabio heeft nooit zelf gevraagd om erbij te komen. Nee, dat klopt. We hebben dat eigenlijk onderling zelf besproken met het bestuur. Ja. En dan... Dat kwam dan ook omdat Fabio vaak meer reed met ons op training. En op de piste en zo waren we dan ook vaak met hem. En hij was dan ook vaak in ons groep zonder eigenlijk lid ervan te zijn. En op een dag zeiden we dan zo van, allee, waarom pakken we hem dan niet gewoon bij? Hij is ook van de buurt van Gent. En sindsdien is hij ook een proud member van de GWT. En hij is gedoopt geweest. Hij is gedoopt geweest. Ja, je kunt er niet bij komen zonder natuurlijk een test af te leggen. En dat was in een heel mooi, volledig rood pak op de kerstmarkt in Gent. Ja. Heeft hij daar zeker een half uur moeten rondlopen? Ja, hij heeft zijn eigen goed belachelijk moeten maken. Ja. Dat was de voorwaarde. Hè. Inderdaad. En wie kwam hij daar dan toevallig tegen? Hans Fruit. Hans Fruit, van? Ja, het laatste nieuws. Voilà. De alombekende Hans Fruit, die kwam hij tegen. Dus Hans Fruit, als je dat hoort, moet je zeker een keer mijn podcast erin zwieren. Ja, Herman, zijn nieuwe hobby, podcast. Ja. Ik ga even kijken wat ze hebben gezegd, want ik heb een story geplaatst op de GWT. En daar konden eigenlijk de onderwerpen er nog in kiezen. Oké, we zijn terug. We gingen eens kijken op de GWT-pagina of we wat dan eigenlijk de mensen hebben ingezend van onderwerpen. In de zon van onderwerpen. Heb je veel zadelpijn? Goh, ik kan wel wat verdragen, maar in de zesdaagse van Gent had ik wel dit jaar echt veel zadelpijn. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat kwam, andere jaren had ik daar niet echt last van, maar dit jaar wel plots wel. En ja, anders had ik er niet echt veel last van. Broekzalf. Ja, nu gebruik ik altijd van die Astos broekzalf. Dat was een tip van Wim Struttinga. Mm-hmm. En dat is wel echt een goede broekzalf. Ja. Seks voor de koers, dan of not dan? Dat hangt er wel af, hè. Als je vol smijt, als je echt volledig gaat, dan kunnen we wel een keer volledig nek af zijn. En dat zal misschien wel nadelig zijn voor de wedstrijd. Ja. Maar je kunt het ook op zijn max kunnen doen. Ja, je gelooft niet in die... Goh. En wat ze zeggen eigenlijk, dat je moet sparen? Ik weet niet. Hm. Of dat ik er geloof of niet. Ze zijn niet overtuigd. Ze gaan een keer moeten bestuderen, die wetenschappers. Ja. Dus als het hoort... Ja, het zou dan een goede studie zijn, toch? Ja. Dan moet ik al een keer doorscrollen, want er staat veel hetzelfde op. Veel annoesleden waarschijnlijk. Ja, schuine kant met camionet, de microgolf van Guido. Dat is dus, ja, dat is... Ja, dat... BK 2017, massaval. De massaval, ja. Daar waren drie GWT-renners bij betrokken. Drie aan de start en al drie op de grond in dezelfde val. Ja. HVH, GD en JH. Ja, dat was een pijnlijke val. Ja, klopt. En wie had de schuld? Ja, maar iedereen zei altijd dat ik de schuld had. Maar ik schoof gewoon op langs de kant en de renner voor mij kneep zijn remmen dicht. En ja, ik kon geen kant meer op. Hè. Ik viel over zijn achterwiel en dat was redelijk van voor in het peloton. Dat was misschien rond de 20e. Peloton met 150 man, ja. Ja. Was een redelijke massaval, ja. En we lagen er allemaal bij. Heel de GWT lag erbij. En nog geen week nadien. En nog geen week nadien lagen we er weer bij. Wij twee. In de afdaling van de Steenbeek Dries. Ja, ja, ja. Maar dat was eigenlijk ook niet verantwoord om ons kassein naar beneden te laten rijden. Hè? Dat was redelijk onverantwoord, ja. Steenbeek Dries vol naar beneden in koers. Maar we kwamen eigenlijk van daar rechtover. Ja, eigenlijk van een afdaling, hè. Afdaling, en dan Steenbeek Dries opvliegen. Ja. En dan die S-bocht daar. En dan de Steenbeek Dries weer af. Rechtdoor. Nee, ja. Dus nooit echt de stationstraat mee naar beneden of naar boven. Inderdaad. Dus we kruisten die straat eigenlijk gewoon, maar we pakten wel die kasseien mee. En we kwamen erop gevlogen en ze vielen voor ons. Nou ja, we konden ook geen kant meer op de kasseien. Nee. En we reden redelijk snel toen, denk ik.
Ja, we zijn echt rap. Ik denk dat we boven de 60 reden. Ja, ik kon niet veel meer doen. Hij lag daar in een betonnen gracht. Ja, ik zag je liggen. Ik had echt zeer. Ik dacht echt dat het redelijk erg aan toe werd. Ja, maar uiteindelijk viel het wel. Ik had niets gebroken, dus viel al wel nog mee. Ik weet al dat ik de Ronde van Oost-Vlaanderen moeten verlaten heb toen. In ieder geval. Well, je bent eerst een keer teruggekeerd, hè? Ik ben dan een keer teruggekeerd, maar achteraf had ik te veel pijn. Ja. Wat hebben we dan nog? Want er is echt veel ingestuurd geweest. Maar niet veel bruikbaar waarschijnlijk. Boah, het valt nog mee. De Tour de Tietema, maar je kijkt daar niet naartoe. Gaan ze het halen of niet? Ik kijk er wel naartoe. Ik geloof wel dat ze het alle drie gaan halen. Dus ik heb er wel... En wat is de bedoeling? Ze gaan de Ronde van Vlaanderen rijden. En één iemand van de drie heeft nog nooit op een fiets gezeten. En ze moeten hem ervoor bereiden binnen de 50 dagen. Ja, en ze moeten gewoon de Ronde van Vlaanderen uitrijden, afstand. Ja. Niet binnen een bepaalde tijd of zo. Ik denk wel op één dag. Ah ja, oké, maar ze moeten gewoon de afstand kunnen afleggen. Ja. Oké, dan denk ik ook wel dat ze dat gaan kunnen halen. Ze hebben wel tests gedaan. De test van Devin was niet super, maar we hebben nu al een paar dagen goed kunnen een paar weken goed kunnen trainen. Dus ik geloof erin. Wat hebben we dan nog? De GWT TT. Onze georganiseerde tijdrit dat eigenlijk niet is doorgegaan. Ja, onze tijdrit. Op zich was dat wel een leuk ideetje, denk ik. Maar ja, achteraf gezien hadden we dat misschien beter niet gedaan. Ja, dat klopt. Well, in principe, mocht het nu niet tijdens COVID zijn geweest, dan was dat nooit een probleem geweest. Hè? Nee. Nee. Maar ja, we hebben wel problemen gehad daardoor. Ja, dat klopt. We hebben die affiche gebruikt van Kuren, Brussel-Kuren. Ja. We hadden dat niet mogen doen. Nee, was wel... We hadden ook natuurlijk niet gedacht dat dat zo enorme groottes ging aannemen. Dat was zelfs tot in de Spaanse krant geraakt. Ja, we hadden echt niet gedacht dat we... Italiaanse krant, we hadden dat nooit gedacht natuurlijk. Ja. Het was eigenlijk gewoon de bedoeling om een Strava-com te stelen van elkaar. Ja, maar dan met de tijdritfeest. Inderdaad. Ook veel profs die eigenlijk worden komen. Ja. Superwijs. Iedereen was super gemotiveerd. Maar dan eigenlijk Cycling Vlaanderen of Belgium Cycling, die zeiden van ja, gasten, doet niet. Ja, en achteraf gezien hebben ze mij dan ook persoonlijk gecontacteerd. Om te zeggen van, dat kan een verkeerd beeld geven aan de buitenbeeld. En als je daarover nadenkt, dan versta ik ze wel natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben we niet moeilijk gedaan. Nee, uiteraard niet. Ja. We zijn ook niet mensen die daar moeilijk over doen. Allee, dat leek ons leuk. En ze hebben ons daarop gewezen dat dat niet kon. En we hebben dat geaccepteerd en we hebben dat onmiddellijk geannuleerd. Ja. En ja, die affiche van Kuren Brussel Kuren. Komt die ooit nog terug, na COVID? Gaan we nog zoiets organiseren? Goh. Ik heb hem gefietst, de kom. Ja. Dus ik heb gewoon dat segment afgereden. En ik heb de kom niet kunnen pakken, dus ik denk niet dat ik nog ga meedoen. Ja. En dan heb ik nog één laatste vraag. Schijfremmen of velgremmen? Goh, schijfremmen of velgremmen? Op mijn mountainbike heb ik schijven en op mijn wegfiets heb ik velgremmen. En ik vind wel dat mijn mountainbike kort remt en mijn wegfiets soms in de regen niet. Dus moest ik morgen een nieuwe fiets kopen, zou ik denk ik wel schijfremmen kopen. Maar ik heb er nog nooit mee gereden op de weg, dus ik kan er moeilijk over oordelen. Maar ik denk wel dat ik voor schijven zou gaan, moest ik nu mogen kiezen. Ja. Is het gevaarlijk of denkt u dat dat taboe is? Goh, dat vind ik nu wel. Ik heb dat nu ook gemerkt in Vlaams-Brabant. De laatste dag, we waren gestart in de regen. Mm-hmm. En als je zo 4 dagen in een droge gekoerst hebt, en dan plots zo in de regen start, die mannen met die schijven staan wel echt heel kort stil in een bocht. En als je erachter zit, soms verwacht je er niet aan dat die mannen echt zo snel stilstaan. Of ook, je bent je aan het voorbereiden om een bocht in te draaien. En plots komt er een met schijven, echt op het allerlaatste moment, nog voor die een bocht, hup, boel ligt. Dan kun je natuurlijk niet echt mee gewoon remmen, of je moet al slippen, je tube kapot rijden. Dus ik denk wel dat het kan niet zijn dat het echt gevaarlijk is. Als je met een fiets kunt rijden, kun je dat wel op tijd een valpartij voorkomen. Maar ik ga niet zeggen dat... Ik had liever gehad dat iedereen ofwel schijven ofwel iedereen velgremmen. Ja. Dat iedereen hetzelfde had. Nu met die mix van de twee. Is het soms een beetje gevaarlijk. Ja, in een droge niet echt, maar in de regen is het misschien soms wel wat. Omdat carbon remblokken, carbon wielen, dat soms pakt dat niet direct. En met schijven staat het daar te stellen. Dus
Maar echt gevaarlijk, gevaarlijk. Wat is gevaarlijk, hè? Wielrennen is altijd gevaarlijk. Ja. Dus. Inderdaad. Dus ja. Ja. Ik zou verschijnen gaan. Ik ook. Ik krijg er nu wat mee in mijn content en mijn keuze. Maar kijk, nee, super. Bedankt dat je mee de podcast wil maken. Ja, het was tof om uw allereerste genodigde te zijn. Maar dan heb ik wel nog een vraagje, want de podcast die moet nog een naam krijgen. En dat is oftewel, ik heb het opgeschreven. Oh, hebt u best gedaan? Ik heb mijn best gedaan. En zijn er van plan om ermee verder te gaan met je podcast? Ja, ik wil wel nog mensen uitnodigen. Het was de eerste keer, dat is sowieso een beetje stress. Ja. Ik weet niet hoe lang dat hij al bezig is, Jens. Trouwens, dikke shout-out naar Jens. Want, ja. We hebben Jens zijn equipment. 45 minuten, ja. Ideaal om af te sluiten. We hebben zijn equipment mogen gebruiken, dus chic van hem dat we dat mogen... dat jij dat mocht gebruiken en dat ik er mag bij zijn. Inderdaad. Maar dus de naam gaat zijn wieltjeszuiger, chasse patat of surplassen. En mijn eerste gast mag dat kiezen als cadeau. De surplas podcast vind ik wel echt cool. Ja? Surplas podcast. Ja, dat spreek ik wel aan. De surplas podcast is te horen. Dank u wel om te kijken. En, We zitten surplas, hè? Ja, dat is waar. Surplas podcast. Of met een wieltjeszuiger. Ja, dat moet je zelf beslissen. Nee, zo'n creepypo. Van niet mee kunnen. Merci om te kijken en tot de volgende.